Nou, dan gaat hij weer. 160. Nu is het redelijk leeg, dus het moet goed komen. En nou rijden we 250 km per uur en eigenlijk moeten we er nu mee opbouwen. Het is namelijk begrensd op 250. Ja. Dat doet hij niet. Want dit was al 270. Maar is toch wel gewoon heel erg hard. Toch? 290, bijna, in een Audi. Ja. Behoorlijke snelheid. Maar ja, wat betekent dat nou dat ik dat hier met dat appeltje zit te doen? Dat betekent natuurlijk maar één ding, dat het heel erg makkelijk is. Iedereen kan het. Kwestie van gas geven, we hebben een automaat. Voet naar beneden. De auto spoort echt briljant. Lijkt me een trein. Hij gaat in één stuk door. En ja. Er is eigenlijk niks aan. De RS5, dat is natuurlijk de opvolger van de RS4. En ten opzichte van die RS4, ja, lijkt het alsof die dezelfde motor heeft. Het is weer een 4,2 liter V8. Toch een klein beetje anders. Hij is namelijk nu afgeleid van die V10 die Audi in de RS6 gebruikt. Ze hebben er alleen twee cilinders afgehakt. Ja, wat ik al zei, 450 pk. Dat is redelijk wat. Dat is een beetje meer dan de M3. Dat is ongeveer evenveel als de C63 AMG. En dat is ietsje meer dan de 911 heeft. En dat zijn dan ook meteen zijn concurrenten. Dat is het concurrentieveld van deze auto. Ja, en wat is dan het grote verschil tussen die RS5 en die drie andere uit Duitsland? Dat is dat deze vierwielaandrijving heeft. Dat is veilig. Dat is ja, niet echt leuk eigenlijk. Je wil achterwielaandrijving, je wil af en toe een keertje dwars gaan en zo. Nou, wat hebben ze nou bij Audi bedacht? Ze houden vast aan die vierwielaandrijving. Quattro bestaat al 30 jaar. Dat zit in het DNA van Audi. Daar gaan ze echt nooit van afstappen. Maar om de auto toch een heel klein beetje te laten rijden als een achterwielaandrijver. En dat gevoel hebben in het stuur dat de achterkant aangedreven wordt. Nou, wat hebben ze daar gedaan? Ze hebben torque factoring bedacht. Dat is een of ander systeem. En dat zit tussen de achterwielen. Dat is een differentieel dat ervoor zorgt dat de aandrijfkrachten, de kracht van de motor, niet alleen verdeeld wordt tussen de voor- en de achterwielen, maar ook individueel tussen de achterwielen. En stel je neemt een rechterbocht, je stuurt naar rechts, dan zorgt dat systeem ervoor dat het linker achterwiel een heel klein beetje extra vermogen krijgt, een beetje extra kracht. En die duwt hem dan als het ware die bocht om. Dus die achterkant die voel je een heel klein beetje duwen. Ja. En dan rijdt hij een beetje als een achterwielaandrijver. Maar dat is het natuurlijk niet. Het blijft namaken. Het blijft een beetje nep. Ja, hij klinkt wel subliem, hè? Alleen wat dan weer jammer is, is dat dat geluid onder een knopje zit. Als je hier in dat drive select de instelling Dynamic Set, ja, dan gaat hij harder klinken, dan wordt hij wat wilder en zo. Dan gaat er twee klepjes in de uitlaat, die gaan staan op de manier zoals ze eigenlijk in de basis al hadden moeten staan. Heb je hem gewoon op comfort staan, ja, dan klinkt hij niet. Dan klinkt hij gewoon als de eerste, de beste Audi A4. En dat is toch een beetje jammer. Zo'n auto moet eigenlijk gewoon standaard heel erg wild klinken. Veel geluid maken, hoop herrie en zo. Ja, kun je instellen. Is dat het dan, dat je het kunt instellen? Oh, die auto heeft een grip. Dat is niet normaal. Als je deze bochten hier, al die bochtige weggetjes, als je er hard in duikt, vol op je gas gaat, dan heb je onwaarschijnlijk veel tractie. Dat achterwiel, dat, precies dat buitenste achterwiel, dat krijgt van een klein beetje extra aandrijving. En dan vlieg je zo'n bocht in, echt onwaarschijnlijk. Maar toch ontbreekt het hem net aan dat ene kleine beetje emotie. Wat bijvoorbeeld een BMW M3 wel heeft, een Porsche 911 ook. Een Mercedes C-AMG zelfs ook nog wel. Dat zit er net niet in. Hij weet je net niet helemaal gek te maken. Net niet te overtuigen. Een zonde.